Het bezoek van de Nederlandse minister-president Mark Rutte aan Suriname is afgesloten. Hij vertrok gisteravond samen met zijn delegatie terug naar Nederland. Tijdens een persconferentie voor het vertrek gisteren haalde Rutte aan wat hij allemaal tijdens het bezoek heeft gedaan. Hij is positief gestemd over de gesprekken die zijn gevoerd met de regering, maar ook met andere maatschappelijke organisaties. En daarna, en dat was weer heel leuk, daar was jij dacht ik niet bij, vanmiddag bij het Markantenpunt, heb ik jou niet gezien, maar dat was toen met andere dingen. Het was een bezoek aan het kabinet van de president, of eigenlijk aan de plek waar de persconferenties plaatsvinden van de president. En daar was een training aan de gang in het kader van het Markantenproject op justitiegebied. Laatste licht. Dus er werd nagespeeld alsof daar een moord had plaatsgevonden. En politietrainers uit onder andere Amsterdam en Rotterdam trainen daar hun collega's. En wat ik daar heel bijzonder vond, was dat zij zeiden, wij kwamen hier naartoe. En we hadden op een bepaald niveau ingeschat waar wij de training zouden moeten geven. We moesten heel snel opschalen, omdat de politie in Suriname veel verder is dan zij dachten. Wat heel leuk is ook voor hen, want daar kunnen ze nu echt werken aan een verdere professionalisering van de politie. En zij trainen in een paar weken tijd 200 mensen die hier betrokken zijn bij de politie in Suriname. En alle technieken die te maken hebben met forensische opsporing, plaatsdelict, verhoormethode, etc. Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Liesje Schijnemacher, zegt dat tijdens dit bezoek er een overeenkomst is bereikt over de resterende verdragsmiddelen. Deze middelen zijn deel van de financiële ondersteuning die Suriname kreeg bij de onafhankelijkheid in 1975. We hebben natuurlijk de afgelopen twee dagen gehoord over de uitdagingen waar Suriname voor staat. Dat is onder andere gezondheidszorg, maar ook het aanjagen van agriculture, landbouw en export van landbouwproducten. Dus daar zullen die verdragsmiddelen naartoe gaan. En Suriname heeft aangegeven dat zij daar graag die verdragsmiddelen naartoe zouden willen. Dus dat is al een hele mooie opbrengst. Daarna zullen er straks, ook na deze persconferentie, 6 samenwerkingsovereenkomsten getekend worden door Nederlandse bedrijven en Surinaamse bedrijven. Dus dat is ook hartstikke goed nieuws. En verder Makandra-projecten. Ik heb na de overstromingen die hier hebben plaatsgevonden voor de zomer, begin van de zomer, hebben wij hier een Dutch Risk Reduction Team naartoe gestuurd. Dus dat zijn experts die kijken naar hoe kunnen we er nou voor zorgen dat die overstromingen minder zullen worden. Hoe kunnen we daar nou mee omgaan? En daar moeten we opvolging aan geven. En dat doen we met het zogenaamde Makandra-project. Dus dat betekent meer experts uit Nederland die hier gaan samenwerken en adviserende rol hebben in Suriname. En dat budget hebben we ook opgehoogd met 4 miljoen naar 10 miljoen. Schijnemacher erkent dat dit bezoek het begin kan zijn van een hele mooie samenwerking tussen Nederlandse en Surinaamse bedrijven. Ze geeft aan dat de Nederlandse bedrijven heel veel mogelijkheden zien in deze samenwerkingsverbanden.